Terlede TV wordt mogelijk gemaakt door Business Club Terlede. Op een natte zaterdagmiddag die in het grootste gedeelte van de Bollenstreek in het teken staat van de bloemencorso, staat deze zaterdagmiddag in het teken van een degradatiekraker op Sportpark de Rode Molen. Het is Terlede tegen VVOG. Twee ploegen die strijden tegen degradatie. Hier zien we pupil van de week Sven Groenendijk. En allebei de ploegen hebben dus de punten hard nodig. Directe concurrent Volendam, die als enige op een veilige plek staat, heeft vandaag gewonnen van Excelsior 31. Dat is voor deze wedstrijd al bekend. Volendam staat 6 punten boven Terlede en 7 boven VVOG. Dus om nog iets van kans te maken op handhaving, moet er gewonnen worden door een van deze twee ploegen. De Kruis met een opening op zijn broer. Dat komt op de een of andere manier aan, want Snijders zit daar mis. Mark de Kruis. Voorzet is ongevaarlijk. De Graaf kopt die bal terug. En die aanname is te hard van der Brink. En zo kan al heel vroeg in de wedstrijd Terlede op 1-0 komen. Van der Weijden schiet hem recht. En maar dan ook recht op keeper Hogewoning af. Had ze voor het uitkiezen, maar doet dit niet goed. Vrije trap Terlede. De omhaal is van Hoekstra. Weggebokst uiteindelijk door Hogewoning. En een countermogelijkheid voor VVOG. De Graaf op snelheid weggestuurd. Rochien wil die bal terug hebben, maar de Graaf gaat zelf door. En dat is een goede keuze, want de voorzet is heerlijk. Maar de afronding is dat absoluut niet van Dijkhoff. Schiet hem hoog over en zo hebben allebei de ploegen nu een grote kans gehad. Hoekstra, kleine ruimte. Dat gaat niet helemaal goed. Toch weer balbezit Terlede. Oelet op Van der Kwaak. Van der Kwaak kan opendraaien. De Kruis weggestuurd achter de linies. De voorzet is niet goed. Maar opnieuw vinden de broers elkaar. Luc de Kruis. Hoekstra raakt daar het hoofd van Van den Hoof. De aanval gaat wel door. Luc de Kruis met de vierde voorzet van de aanval. En dat was de beste. Open kopkans niet benut. Van den Steenhoven. Bloemendaal met de voorzet. Daar zit keeper Hogewoning helemaal mis. Die lijkt daar ook zijn verdediger te blesseren. En de bal wordt binnengehouden. Rare situatie. De Kruis neemt hem op de slof. En dat is ook gelijk de mogelijkheid die hij ook pakt voor keeper Hogewoning om zijn fout goed te maken. Wel nog een corner voor Terlede en die bal belandt op de paal. Binnenkantje paal in de handen van keeper Hogewoning. Hoekstra is tot nu toe het dichtstbij geweest bij de 1-0. Snijders heeft veel ruimte voor zich. Stuurt de Graaf weg, geen buitenspel en dus een grote kans. Maar keeper De Vries komt adequaat uit en behoedt Terlede voor een 0-1. Van der Kwaak. In de tweede helft inmiddels. Van der Kwaak naar zijn rechts. En dat scheelt misschien 10 centimeter. Of die bal was heerlijk die kruising ingevlogen. Van de jonge middenvelder van Terlede. Van den Hoof. Die voorzet valt over Oelet heen en het is 1-0 voor VVOG. Dat cadeautje wil de Graaf echt wel uitpakken. Met een soort half vliegende volley maakt hij de 0-1 voor VVOG. En dus is het feest op de bank bij de Harderwijkers. We gaan er nog een keer naar kijken. Ja, het is een flinke misser hoor van Oelet. En dan maakt de Graaf het ook wel goed af. 0-1. En hier was het bijna gelijk 1-1. Wat een kans voor aanvoerder Arroyo. Vanaf een centimetertje of 50 krijgt hij hem toch over. Goede bewegingen. El Gamarty met een grote kans, maar hij heeft niet het goede schot in zijn benen, want hij schiet hem net naast. Toch nog leven voor Terlede, al is het niet veel. Van der Kwaak
dit is wat makkelijk gedacht. Snijders zit ertussen. En Snijders geeft dan ook een fantastische bal op de Graaf. De Graaf, oh, wat een goal. Een afronding van de spits van VVOG. Het is 0-2. En dus gaat het boek dicht voor Terlede. En is het VVOG wat hier met de punten naar huis gaat. En zich boven Terlede op de ranglijst ziet. En voor de Sassheimers zijn de problemen nu wel wat groter. 0-2. Wat is het verhaal van de wedstrijd? Eerste helft strijd, tweede helft geef je het weg. Twee goals. Je staat met 0 punten. Ja, die twee goals, beschrijf ze eens. Eerste goal, voor mij een afslagen aanval van hun. Verwerken niet goed, voorzet vanaf hun linkerkant. Volgens mij ging Ziad er onderdoor. En voor mij die spits Jeremy, die raakte hem nog niet eens helemaal lekker. Dus die bleef een beetje zweven. Nou ja, dat is prima. Het is gewoon niet goed. Tweede goal, die kan ik echt niet geloven, want ik zei nog 5 seconden van tevoren, jongens, let dan op, lopende mensen, uit je rug, Thomas, scherp zijn. En 5 seconden later loopt hij gewoon vrij door, vanuit hun rug. En dan maak je 2-0. Ja, als wij zo gaan voetballen, ja, dan maak je het zelf heel lastig. Dus ja, dat is denk ik ook het verhaal van de wedstrijd. Het gaat niet goed. Heb je echt het gevoel dat je het zelf hebt weggegeven in principe? Ja, eerste helft hebben we misschien 1 kans gehad. Die pak ik. Of een corner was dat, die pak ik nog. En daarvoor krijgen wij 2-3 opgelegde kansen met Bart. Dat zijn we in de rust ook, jongens. Kijk nou naast je. Het is een keuze. Nou, als je keuze is, dan moet je tussen de palen schieten. Maar niet in de handen van de keeper. Oké, dat weten jongens ook wel. Dus daar had je gewoon 2-0 voor moeten staan. Dus speel je een heel andere wedstrijd. Krijg je natuurlijk ook meer vertrouwen. En de tweede helft is het, ik denk dat je gewoon op strijd hebt verloren. Hoe cruciaal was deze wedstrijd voor jullie? Hoe zagen jullie deze wedstrijd? Nou ja, kijk, elke week is cruciaal. Alleen je speelt nu tegen een concurrent. Dus deze doet dubbel zoveel zeer. Volgende week hebben we een vrij weekend. En die week erop dacht ik, dat of binnenkort krijgen we ook ASWH en Rijnvogels. Ja, dan moet je nou echt punten pakken, anders heb je gewoon niks te zoeken. Wat is jullie doel nu nog? Je hebt nog 4 wedstrijden. Je staat 6 punten van een veilige plek af. Ja, wat is het doel? Dat kun je zelf ook invullen. We willen gewoon handhaven. Op welke manier dan ook. We zijn goed in overleg met elkaar. Hè. Wat gaan we doen? Welke strijdplan pakken we? Nou, dat ging met Vlaag ook heel erg goed hoor. Dus ja, we moeten vanaf daaruit wel voorbouwen. Vooruit werken. Ja, weet je jongens. We hebben nog 4 finales. Alles of niets.